100 meter. 50 meter nog. En de start is gevallen, de paarden zijn onderweg. Strijd om de leiding, Lindo Eden aan de buitenzijde, Capone. Capone wil de leiding overnemen, dat lukt ook. Lindo Eden op de tweede plaats, derde is Chesk Boko. En op de vierde plaats Candyman Scott. Zo gaan de deelnemers aan de eerste bocht in. Capone die nam die bocht ruim, maar gaat inmiddels wel de leiding overnemen. Lengte voor, op de tweede plaats Lindo Eden. Daarachter volgt dan Chesk Boko. Achter Chesk Boko, op een lengte of 2,5 is het Kees Kamminga. Met paard nummer 1, Candyman Scott. Achter Candyman Scott zien we dan de laatste twee, dat zijn Casino's Wish, gevolgd door het paard daarachter. En die is in handen van Henk Hamming. En dat is QB Baldwin. Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. Opening 1-16-5 voor de koploper Capone. Capone brengt het veld de verre linkerbocht in. Op de tweede plaats daarachter Lindo Eden. In derde stelling volgt dan Chesk Boko. Robin Bakker met zijn favoriet voelt zich nog niet geroepen om in de aanval te gaan. Hij weet ook op het moment dat hij dat doet dat hij zijn grootste concurrent op papier meekrijgt in de rug. En dat is Candyman Scott. Maar doen ze het niet, dan dreigt er een ander gevaar. En dat is namelijk dat de koploper gewoon naar huis vliegt. En zo komen de paarden allemaal achter elkaar op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Wordt een tactisch koersje waarbij de leiding nog altijd stevig in handen is van Capone. Capone heeft een lengte op. De tweede plaats is dan aan de binnenzijde Lindo Eden. Daarachter volgt dan aan de relingzijde nog altijd die Chesk Boko. En die wordt gevolgd door Candyman Scott. Tweede tussentijd 1-22-5. Daar ga je al. Langeweg senior helemaal in control. Maar ja, wie durft dan ook El Capone aan te vallen? Niemand normaal gesproken. Maar ja, het zal toch moeten gaan gebeuren. Wil het nog wat gaan worden? En dit is het moment voor Robin Bakker om het te doen. Hij denkt dat hij 800 meter speed kan vragen van zijn nummer 5 Chesk Boko. En hij gaat voorzichtig een half spoortje naar buiten. Maar Capone aan kop, hij wordt er nog niet warm of koud van. Lindo Eden die waant zich ja goed in dit geweld. En op de derde plaats volgt dan Chesk Boko. De vierde plaats erachter is voor Candyman Scott. En dat is de situatie als de deelnemers afkoers op de laatste bocht. Wat gaat André Bakker daar doen? Hij gaat heel brutaal in de aanval met zijn Lindo Eden. Was hij al zover dat hij dit geweld aankon? Het begint erop te lijken, want hij komt inmiddels geheel naast de koploper. Maar is ook de ideale gangmaker voor het paard daarachter. In handen van zijn neef Robin. En dat is Chesk Boko. Candyman Scott op de vierde plaats. Capone krijgt het moeilijk aan kop. En de nieuwe koploper is Lindo Eden. Lindo Eden met André Bakker. De man die zo teleurgesteld was naar de merrieafdeling. Kan hij dan hier voor een geweldige stunt gaan zorgen? Hij komt als eerste in de laatste rechte lijn met Lindo Eden. De zoon van Unforgettable. Hij heeft de leiding op de tweede plaats. Galopparen voor Chesk Boko. Daar komt hij dan, die Candyman Scott. Maar hij komt wel dichterbij, maar lang niet voldoende. André Bakker, een mega scoop vandaag in de Breeders' Crown voor hem alsnog. Eind goed, al goed. Zeker voor Lindo Eden. Wat een imponerende winnaar. De 2, de 1, de 6 heel knap voor de 3 en dan de 5. Groot succes voor Stal Mollema. Dat mag wel duidelijk zijn.